behoren tot de 98 deelnemers aan deze Ronde van Nederland met Mathieu Hermans, die de laatste tijd goed in vorm is. Zo vindt de start plaats en dit is het gezicht van Dimitri Zdanov, de jonge Rus, 22 jaar, die een reputatie heeft opgebouwd als tijdrijder in de Tour de France. Hij was derde in de laatste lange tijdrit in de Tour, maar vandaag was hij niet zo snel met zijn 6 minuten en 45 seconden. We kijken naar de Deen Rolf Sørensen, een man die veel problemen heeft gekend de laatste tijd met zijn knie en met ziekte. Hij verdwijnt, waarna wij Zdanov oppakken. Hij is prof sinds 1991, eindigde als 38e in de Tour, won in het voorjaar een mooie semi-klassieker in Italië, maar was vandaag toch niet bij de snelste. Peter Pieters is een man die deze proloog aan kan, want hij is achtervolger. Hij gaat eind deze maand ons land verdedigen op de achtervolging in het wereldkampioenschap in Valencia. Pieters is weg, waarna we terechtkomen bij Tristan Hofman. Sinds 28 juni in Meersen, nationaal kampioen, weet u het nog, na die vlucht van 220 kilometer. Hofman realiseert een tijd van 6 minuten en 56 seconden. Hij is geen specialist voor dit werk. Hij houdt als ex-triatleet meer van die lange slopende inspanningen. Na Hofman, die hier nog even op de tanden bijt met zijn grote versnelling, komen we bij de schaduw van Rolf Sørensen. Hij heeft zijn seizoen verschillende keren moeten onderbreken. Het ontbreekt hem daardoor aan macht en hij finisht in 6 minuten 42. Geen toptijd voor de Deen, die in topconditie wel dit soort werk aan kan. Frans Maassen is winnaar van de Ronde van Nederland van vorig jaar. En hij behoort weer tot de favorieten, ook dit keer. We komen bij Peter Pieters onderweg. Hij zou de vierde beste tijd realiseren, 6 minuten en 35 seconden. En er waren er nog die sneller gingen. Bijvoorbeeld deze man, Frans Maassen, hier start hij. Hij zou de derde tijd maken, 6 minuten 33. En kijk eens hoe moeilijk die bochten gaan. En dan toch reden ze, zoals Pieters, zo rond en boven de 50 km per uur door Zoetermeer. Pieters is een allrounder, hij is zesdagenman, hij is pistier. Hij viel uit in de Tour, in de 14e etappe naar Alpe d'Huez, toen een commissaris had gezien dat hij achter een auto gesteerd zou hebben. Greg LeMond op het startpodium. Hij is het zorgenkind van deze tijd. Hij kan niet slapen, hij kan niet eten, hij is moe, hij is dodelijk vermoeid. En dat bleek vanmiddag ook uit zijn tijd over de 5,6 kilometer, 6 minuten en 46. Een vrij matige tijd. De specialist in dit gezelschap heet Thierry Marie, de Viking uit Normandië. Hij heeft al 13 prologen gewonnen, waaronder 3 in de Tour de France. En ook vanmiddag maakte hij weer een hele scherpe tijd, 6 minuten en 29 seconden met zijn vleugelzadel. Erik Breukink is al 2 keer als tweede geëindigd in de profronde. En u weet, hij rijdt volgend jaar in Spanje tegen een salaris dat iets boven modaal ligt. Breukink, die in wat langere tijd ritten beter tot zijn recht komt, behoorde vanmiddag niet tot de 10 snelste. Hij realiseerde 6 minuten en 40 seconden. Achter de voet van Marco Lietti ziet u de concentratie van Jelle Nijdam. We zijn bij de laatste renners in deze proloog. De Italiaan vertrekt en dan komt de grote favoriet, Jelle Nijdam uit Zundert, naar voren. Hij begint aan zijn opladingsfase. Hij heeft uren naar dit moment toegeleefd. Die explosie die moet volgen. Hij heeft wel 10 keer het parcours verkend, de bochten bestudeerd. En hij kan dit. Hij was in 1987 op de Kurfürstendamm voor 1 miljoen West-Berlijners al winnaar van de proloog in de Tour. Hij heeft dit jaar de proloog in de Ronde van Spanje gewonnen, 9,2 kilometer op 27 april. Hij kan dit dus. En hij heeft de ambitie en de motivatie om hier in de etalage te gaan staan. Want Jelle heeft voor volgend jaar nog geen sponsor. U weet dat de ploeg Buckler ophoudt te bestaan. Nijdam is in onderhandeling met diverse ploegen, maar er is nog geen beslissing gevallen. Marie was bij de eindstreep gekomen op dit moeilijke parcours
in een zeer hoog gemiddelde 51 kilometer en 813 meter. Ondanks de 7 pijnlijk scherpe bochten waarin het tempo stuk ging en waarin Jelle Nijdam zijn versnelling, de 12 en de 13 trapte hij achter, weer op gang moest brengen. Het was dus een bijzonder scherpe tijd van Marie. En Nijdam weet wat de Fransman kan. En hij wist dat hij alles uit de kast moest halen om die tijd te kloppen. Maar motivatie doet veel. En zo ging de sneltrein uit Sundert hier de laatste honderden meters in. Hij zou een gemiddelde halen, onwaarschijnlijk hoog gemiddelde, van 52 kilometer en 393 meter. Ondanks dus die bochten die het tempo stuk maakten. Uitzonderlijk gemotiveerd gaat hij hier de laatste bocht in. En daar wacht dan in de verte de finish. Marie zou geklopt worden door Jelle Nijdam, die zijn vierde seizoenzege behaalde. En gaat finishen in 6 minuten en 24 seconden. En ik herhaal de gemiddelde snelheid bijna 53 kilometer per uur. Een zeer goede prestatie voor de tempobeul uit het Brabantse. Jelle Nijdam won dus deze proloog met op de tweede plaats Thierry Marie en op de derde plaats Frans Maassen. En Nijdam, hier nog in volle krachtsinspanning, vertrekt dus morgen in de oranje leiderstrui in de eerste etappe. Die gaat van Nijkerk naar Veendam.